staan hier op de Wezepzijde met wethouder Vlier. Jullie zijn een onderzoek begonnen op de Wezepzijde en de Vuursteenberg. Waarom is dat onderzoek er gekomen? Nou, omdat we willen weten hoe druk bezocht deze gebieden er worden. Want we zitten hier te midden van twee prachtige gebieden waar heel veel gewandeld wordt. Ja, recreatie is heel belangrijk voor onze inwoners, maar ook voor het hele gebied. Nou, het is vooral die balans vinden tussen aan de ene kant de belangen van de natuur en aan de andere kant de belangen van de recreant. Hoe kunnen we daar gewoon op een goede manier invulling aan geven, zodat beide gewaarborgd worden? Wat belangrijke vragen zijn, hoe kom je hier? Kom je hier te voet? Kom je hier met de auto? Want dan weten wij gewoon wat voor bewegingen mensen nodig hebben om hier te komen. Een belangrijke reden is waar we rekening mee houden, is dat wij verwachten dat in de toekomst dit gebied nog meer bezocht zal worden. Zeker Zwolle die groeit. Mensen zoeken naar een uitvalsbasis van waar kan ik mijn vrije tijd deels beleven. En ja, je hoeft hier maar even te zijn. Dit is gewoon een prachtig gebied. Dus wij verwachten dat er meer druk op dit gebied zal komen. En wat maakt dit gebied zo uniek? Nou, het heeft heel veel verschillende kanten eigenlijk. Hè? Als je kijkt, het heeft hei, het heeft bos. Dus op elk hoekje waar je loopt, daar kom je iets nieuws tegen. Maar het heeft ook een gevarieerde flora en fauna gebeuren hier op dit gebied. Er komt steeds meer recreatiedruk op de randen van het gebied. En dan is de vraag van hoe kunnen we het hier rustig houden en beheerst. En daar maak ik me wel zorgen om eigenlijk aan de ene kant. En dan ben ik wel blij dat ik dan uitgenodigd ben door de gemeente van om deel te nemen aan dit onderzoek. Want dan kun je ook helpen te kijken en sturen in hoe gaan we dit in goede banen leiden. Het is wel goed om te zeggen dat we binnen de hele Veluwe eigenlijk vier recreatiezoneringen hebben, A, B, C en D. En dat is afhankelijk van de wenselijke intensiteit, om het zo maar te zeggen, hoe vaak mag je gebruik van maken van het gebied. Nou, voor wat betreft de Wezepse Heide is een zonering B, dus die mag vaker gebruikt worden dan het Gelderse landschap, want dat is zone C. Belangen worden weer afgewogen tussen aan de ene zijde de recreant en de ontwikkeling van de natuur. Jullie willen ook misschien iets doen aan de parkeergelegenheid? Ja, misschien is dat een uitkomst van het onderzoek. Misschien moeten we kijken van kunnen we nog meer spreiden. Dat we in een bepaald gebied heel veel druk ervaren. En dat we dan toch proberen mensen te verleiden om naar andere gebieden te gaan. Nu heb je al wat vragen verklapt. Hè? Hoe komen mensen hier? Ja. Maar zijn er ook vragen die gaan over wat vinden mensen nou van dit gebied? Waar komen ze voor? Ja, inderdaad van waarom komen ze hier? Dus is het alleen voor de heide? Maar dat is natuurlijk maar een bepaalde periode in het jaar. We hebben hier nog Schotse hooglanders lopen. Komen ze voor de koeien? Komen ze voor de rust in het algemeen? Dat zijn allemaal vragen die in de enquête gesteld zijn. Onderzoek. Nu is er een mooie QR-code. Kunnen mensen ook nog op een andere manier de vragen invullen? Ja, het kan zijn dat je hier gewoon rustig aan het wandelen bent en je komt iemand tegen en die stelt, wil je graag een paar vragen stellen. En is inmiddels al bekend hoeveel mensen daarop hebben gereageerd? Tot nu toe hebben we 100 mensen hebben de vragen beantwoord van die hier gesteld zijn, hier op de heide zelf, op de locatie. En ongeveer 200 mensen hebben de QR-code gedownload. Daar kan nog wel wat bij. Daar kan nog wel wat bij en je hebt nog de kans tot en met eind oktober. Dus eind van het jaar verwachten we met de resultaten te komen.